Lieve mensen van het publiek, ik mag opnieuw een collega voorstellen. Ik vind dat altijd heel leuk. Deze keer is het Rick Spiering. Hij is op dit ogenblik bezig met een doctoraal onderzoek gekoppeld KU Leuven met TU Eindhoven. Dus ik presenteer hierbij een Nederlandse collega. Hij zal stukken van zijn werk ook voorstellen, meer specifiek rond contrasten en hoe daarmee kan omgegaan worden in de buitenverlichting. Het gaat over openbare verlichting. Ja. Bij deze. Ga je gang. Ja, nou, dankjewel dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Rick Spierings. Ik ben een PhD-student aan de KU Leuven in joint met de Technische Universiteit Eindhoven. En vandaag wil ik jullie wat meenemen in mijn onderzoek, specifiek het waarnemen van contrasten met en zonder verblinding. Nou, als we het over contrasten hebben, wat zijn contrasten? Het makkelijkste om contrasten uit te leggen is tussen een signaal tot ruisverhouding. Goed voorbeeld hiervan is als we 's avonds naar de sterren kijken, dan zien we een heel duidelijk signaal en een heel laag ruis. Die sterren die verdwijnen niet, dus als je overdag met overdag vergelijkt, zou je dus eigenlijk ook die sterren moeten zien, maar omdat het ruis heel veel hoger is, zie je ze eigenlijk niet. Ondanks dat het signaal wel sterk is, maar nu het ruis ook sterker is, zie je ze overdag dus niet. Ander voorbeeld is als je in de stad kijkt naar de sterren en als jij in het platteland kijkt naar sterren. In de stad heb je dus heel veel lichtvervuiling, waardoor je dus heel veel meer ruis hebt en dus inderdaad veel sterren dus wegvallen. Als we over contrasten hebben, moeten we natuurlijk terug naar 1946, naar Blackwell, wie een van de eerste onderzoekers was, die heeft gekeken naar het bepalen van de contrastdrempelwaardes van het menselijk oog. Hij had 19 participanten die hij geplaatst had aan een lange gang, aan het begin van een lange gang. En aan het einde van deze lange gang liet hij een vierkantje zien, dat hier te zien is, tegenover een uniform belichte muur. Hij kon deze individueel van elkaar apart de helderheid bepalen, waardoor hij dus een bepaald contrast kon creëren. En als we dat even simpel zetten, hij had een bepaalde achtergrond met een bepaalde luminantie. Hij had een target met een bepaalde grootte en daarmee ging hij dus de target, ging hij de helderheid van verhogen en verlagen totdat hij op een punt kwam waarbij deze target net waar te nemen is. Dit bepaalde hij als de drempel. Hierboven, als je dus de helderheid zou verhogen, dan ga je die target altijd zien. Als je eronder gaat, dan ga je hem niet meer zien. Nou, gebaseerd op deze data van Blackwell en ook voor heel veel andere onderzoekers, heeft later in 1989 heeft Adrian een visibility model opgesteld. Waar hij deze drempelwaardes probeert te bepalen met behulp van een bepaalde formule. Waar hij gebruik maakt van de Ricoh's en Weber's wet. Om dat even duidelijk te maken, is hier een figuur geplot, ook van Adriaans publicatie, waarop de y-as de drempelwaarde te zien is en op de x-as de grootte van het object. Je ziet dus als de grootte van het object groter wordt van een bepaald kritisch punt, dan behoudt zich dat heel erg constant en is het dus dat de volgende stimulus, dus de volgende grootheid, proportioneel is tot aan de vorige, dus Weber's wet volgt. Dan is het consistent. En als je dus onder een bepaalde grootheid van een object komt, dan volgt het Ricoh's law en dan is het evenredig met de grootte van het object, tegelijkertijd ook met het ruisniveau. En dan volgt het zich eigenlijk onder een mooie hoek, eigenlijk, zoals je hier ook kan zien. Dus met samen de Ricoh's wet en Weber's wet stelde hij dus dit nieuwe visibility model op, waarbij je dus die drempelwaardes heel nauwkeurig kon bepalen voor verschillende parameters. Dus de Ricoh's wet en dus dan de definitie van de Weber's wet. Goed, een ander voorbeeld om te geven voor Weber's en Ricoh's law. Voor Weber's law bijvoorbeeld als je naar de maan kijkt, een redelijk groot voorwerp. Als die net ietsjes groter wordt, ja, dan ga je dat verschil niet heel snel kunnen zien. Dus dat is dus ook wat je hier ziet, die drempelwaarde die verandert niet zo heel snel. En als je dus naar sterren kijkt of een ster nou net ietsjes groter of net ietsjes kleiner is, dat heeft natuurlijk wel een heel groot impact. Zoals je hier ook kan zien, die drempelwaarde moet veel hoger zijn. Dit is allemaal onderzoek dat gedaan is naar relatief simpele laboratorium setups. Dus inderdaad die uniform belichte muur en een uniform belichte vierkantje of rondje. En daarbij het contrast met elkaar te vergelijken met verschillende grootheden. Maar dat is natuurlijk net wat anders dan de praktijk. En wij wilden dus gaan kijken wat als je nu dus een complexere situatie hebt, zoals hier te zien is in deze rendering. Dus we hebben een rendering gemaakt van een typische wegsituatie met twee weghelften, met railings, wat bomen, wat luminairs die er staan.
en dus een iets wat complexere omgeving is. Het is ook al gebleken dat Adriaans formule, dat wordt ook al in de literatuur gezegd, dat dat al enige praktische toepassingen heeft, maar wij wilden eigenlijk tussen de laboratorium en de praktijk inzitten, waarbij je wel elk individueel onderdeel goed kan bepalen en goed kan vaststellen en kalibreren. Dus tegelijkertijd heb je dus wel het voordeel van dat je een laboratoriumopstelling hebt, maar dat je wel dichter bij de praktijk zit. Nou, dat hebben we gedaan met het layered design. Dus eigenlijk hebben we elk onderdeel apart een rendering van gemaakt en daarvan een layer bepaald, zodat we die individueel die pixels van elkaar konden aanpassen. Dus hier zie je die verschillende layers, dus bijvoorbeeld het wegdek, dat is die groene punt eigenlijk. Die konden we dus individueel van alle andere onderdelen, konden wij daarvan de luminantie van bepalen en vaststellen. En wat was dan de taak aan de participant? Die kregen dit te zien. Voor een bepaalde wegdek en een bepaalde afstand was dan een pijl te zien die naar links of naar rechts wees. Dus daarmee konden we een objectieve beproeving doen. En de participant vragen, wijst deze pijl naar links of naar rechts? Wij wisten waar die heen wees, dus wij konden dus ook achterhalen van klopt wat hun zeggen of niet. Dus daarmee konden we dus ook weer die drempelwaarde bepalen op een hele nauwkeurige en objectieve manier, maar in een meer complexere scenario. Daarmee konden we ook de pijl dichterbij leggen of verder weg, waardoor die pijlgrootte ook veranderde, dus ook je objectgrootte, en dan konden we het daar ook op toetsen. Op een meer natuurlijkere manier, in plaats van dat rondje groter of kleiner te maken. Nou, als we onze data hier laten zien, dus onze data is hier weergegeven over 3 figuren, en de data is weergegeven als kruisjes, dus de 2 meest linkse figuren, daarin is ook de confidence intervals aangegeven, en helemaal rechts zie je alle rauwe data staan. Nou, om even 1 figuur eruit te pakken, om in te zoomen, de middelste figuur. Daarin zie je op de i-as de drempelwaarde weer staan en op de x-as die objecthoekgrootte. Dus hierin zien we ook dat inderdaad die drempelwaarde, die hoefde niet zo hoog te zijn als jouw pijl dichterbij lag. Ook logisch, want dat signaal is veel groter voor hetzelfde ruis. En als inderdaad je pijl kleiner werd, natuurlijkerwijze, dan had je dus ook hogere drempelwaardes nodig. Nou, we hadden dat ook voor verschillende achtergrondluminanties gedaan, die hier in de kleurcodes aangegeven, voor 0,25, 0,66, 0,99 kandelen per vierkante meter. En dan zie je inderdaad, als dat ruis hoger wordt, dus die achtergrondluminantie, heb je ook een hogere signaal nodig, dus een hogere drempelwaarde. Nou, zou je kunnen zeggen, nou, we hebben dus bewezen dat Adriaans model goed werkt, dan zijn we klaar, helemaal perfect. Maar ja, helaas, in de praktijk is het toch wel wat moeilijker dan dat nog. Niet alleen de voorwerpen en je achtergrond is heel niet uniform, maar ook niet uniform in de luminantie. Dus hier hebben we wat kegels staan. Ja, wat pak je hier als luminantie van die kegel? Het is heel moeilijk om die Adriaans parameters zodanig in te vullen. Je weet ook niet per se als je hier staat, wat is dan die grootheid van dat object. Je zou natuurlijk een schatting kunnen maken of een berekening. Maar ook bijvoorbeeld de achtergrondluminantie. Het verschilt ook, zeg maar, bijvoorbeeld die eerste kegel die je ziet. Ja, het eerste deel heb je wat hogere achtergrondluminantie en daarachter is het wat donker. Pak je dan de maximum, pak je dan de minimum? Welke contrasten pak je dan? En hoe bepaal je dan Adriaans formule? Die parameters zijn heel moeilijk in te schatten soms. Dus wat wij hebben gekeken is de toepassing van image-based modellen. Dus dan ga je heel erg richting de displaywereld, waar dan heel veel toegepast wordt. En deze image-based modellen hebben dus eigenlijk vaak een luminantie-image als een input. En de output is een contrastwaarde. Dus die laten al die parameters weg. Dat doet het model zelf. Het enige wat je in hoeft te vullen is een luminantie-image en je krijgt de contrastwaarde. Heel leuk en aardig. En ze gebruiken ook... Het is alleen wel heel complex, dus ze gebruiken heel veel van het menselijk visueel systeem, dus heel veel onderwerpen die ze proberen te karakteriseren. En eigenlijk beschouwen ze het menselijk visueel systeem als een optisch karakterisatie. Ja, ik heb helaas niet de tijd om in de specifieke details hier te gaan, maar als je geïnteresseerd bent, kan je dat altijd nog bij mij navragen. Maar ik wil wel op 1 onderdeel wil ik even inzoomen. En dat is het receptive field. Ja, dat is misschien wel moeilijk te zien, maar dat is een receptive field theorie. Waarbij je een soort center tegenover een surround hebt. Vaak refereren ze naar Gaussiaan of proberen ze dat te coderen als Gaussianen. Dus je hebt een center versus een surround Gaussiaan. Nou, de eerste die hier onderzoek naar deed en dit gevonden heeft, ook in de biologie, is eigenlijk een soort van feedbackmechanisme van de horizontal cells. Dus dat is echt puur op lokaal niveau. Dus die heeft, dat is Wirbling in 1969, die heeft recordings gedaan van binnen de retina. En die retina belicht met 3 verschillende, een spot, een annulus, dat is eigenlijk een ring van licht, waarbij dus het centrum niet belicht wordt, alleen de buitenste ring dan.
en een ietsje grotere annulus. Maar dit zijn hele kleine, dus echt heel lokaal op je fotoreceptors en je horizontal cells gericht. Maar bij de spot zie je eigenlijk dus de recordings van de receptorcel en de horizontal cel. Om dan hier te zien, de receptorcel en de horizontal cel. En je ziet bij de spot dat eigenlijk beide de receptorcel en de horizontal cel activatie geven. Maar als je dus dan alleen die ring zou laten zien, dan zie je eigenlijk dat die receptorcel, daar is bijna geen activatie meer te zien. Maar je ziet bij die horizontal cel is er nog wel activatie. Dus dat indiqueert dat jouw fotoreceptor alleen gericht is op dat wat daar binnen in dat center gebeurt, reageert. En dat dat buitenste gedeelte eigenlijk voornamelijk bij je horizontal cels ligt. En de iets grotere annulus laat dat nog duidelijker zien, waarbij de receptorcel helemaal geen activatie meer vertoont en bij de horizontal cel nog wel. Nou, om dan van mijn collega de slides te nemen, een mooi voorbeeld die hij hier heeft gegeven, dat is Maarten Kamermans. Hij weet hier veel meer over dan dat ik dat weet. Maar om een mooi voorbeeld hiervan te geven, heb je hier de horizontal cel, je hebt hier de cone, de fotoreceptor, en je hebt daartussenin een synaptic cleft, zoals ze dat noemen, een soort tussengat. Je hebt hier de hemi-channels en hier heb je de calcium-channels. Nou, je hebt hier dan een horizontal cel met een resting potential. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel, van min 40 millivolts. En je hebt een cone ook bijvoorbeeld met een resting potential van min 40 millivolts. Doordat de horizontal cel min 40 millivolts heeft, gaat die synaptic cleft ook lichtelijk negatief worden. En die wordt min 10 millivolts. Als je dan gaat kijken, wat doet dan die fotoreceptor in die calcium-channels? Die hebben een membrane potential van min 40, min min 10. Dus eigenlijk de membrane potential is min 30 millivolts. Nou, wat zou er dus gebeuren als je dus die horizontal cel gaat hyperpolariseren? Dus je gaat die van min 40 naar min 80 millivolts. Dus de surround is nu belicht. Dus je hebt dan min 80 millivolts in de horizontal cel. Dit zorgt ervoor dat die synaptic cleft ook verder negatief wordt. Die wordt min 20 millivolts, waardoor dus de membrane potential van die fotoreceptor min 40, min min 20 millivolts is. En eigenlijk dus maar min 20 millivolts. Dus eigenlijk een high polarisatie van de horizontal cel leidt tot een depolarisatie van de fotoreceptorcel. Nou, veel van die image-based modellen zijn eigenlijk gebaseerd op die receptive field theorie. Ik kan ze niet allemaal in specifiek uitleggen, maar je hebt bijvoorbeeld het DOG-model, dat is een veel toegepaste model. En als je dus kijkt, hier weer op de i-as hebben we onze drempelwaarde staan en op de x-as heb je dan de waarde die uit dat model komt. Je hebt hier dus dan, idealiter zouden we hier dus een lineaire lijnverband zien. En we zien wel bijvoorbeeld voor de 5,5 arcminuten, de pijl, zagen we een perfect verband lopen, alleen we hadden helaas dat die anderen er niet op lagen. Dus eigenlijk het liefst hadden we alles heel mooi verspreid rond deze lijn, maar dan ook meer evenredig, zeg maar. Niet alleen deze specifieke objectgrootte, dus allemaal apart. Die onderzochte image-based modellen, die bleken wel heel nuttig, maar helaas niet voldoende in het bepalen van deze unieke drempelwaarde, ongeacht de luminantie van de achtergrond, luminantieverschil en objecthoekgrootte, zoals dat bij Adriaan wel is. Nou, we hebben dus ook gekeken naar de huidige literatuur en de huidige toepassingen. Dus we hebben ook gekeken naar het toepassen van artificial intelligence, dat is dan weer zo'n buzzwoord, maar meer richting machine learning en deep learning technieken, waarbij je eigenlijk gebruik maakt van een black box methode. Nou, je hebt dus dat menselijk visueel systeem, dat laten we buitenwege, we pakken alleen de black box. We beschouwen het als een black box, we weten niet precies wat er gebeurt, zo zouden we het kunnen stellen. En we hebben de input, de luminantie image, output en visibility level. En zo gaan we het dan benaderen. Het probleem is, je hebt veel data nodig. Met die contrastexperimenten die wij doen, hebben we wel veel data, maar dat is nog niet in de miljoenen zoals je eigenlijk nodig hebt om machine learning goed uit te voeren. Nou, we weten dat Adriaan wel goed werkt met het voorspellen van drempelwaardes. Dus wat als we dan Adriaan zouden gebruiken om een heel groot database van images te maken waarvan de zichtbaarheid dan wel bekend is? Want die is natuurlijk gericht op die hele laboratorium settings van Blackwell en die kan daar heel goed nauwkeurig voorspellen. Dus wat we gedaan hebben, we hebben dus een 150 bij 150 image pixel genomen met een target waarvan we de groottes varieerden. Ook de luminantie van de target en de luminantie van de achtergrond. Zodanig hebben we met allerlei verschillende variaties hebben wij een 32.000 image dataset gemaakt. In totaal geeft dat als 150 bij 150 images, geeft dan 270 miljoen datapunten dataset. En dat is wel genoeg om machine learning toe te passen.
Dus we hebben dit randomized set of images, waarvan we dus die visibility level precies weten via Adriaan. We passen een two-dimensional fast Fourier transform toe om een magnitude image te komen. En daarna splitten we eigenlijk de images in een 20% testdataset en 80% in een train dataset. Die testdataset, daar gaan we nu verder niet aankomen. Dat is 6400 images, 105 bij 150. Laten we nu even aan de kant. Daar doen we nu even niks meer mee. Maar we gaan verder met die train dataset. Dus we hebben nog best wel veel images nou over om dan die machine learning te doen. Dus wat gebeurt er dan? Dat voegen we in een neuraal netwerk, een 30 bij 10 layer design. Een regression model is dat, een neuraal netwerk regression model. En in het begin geeft hij natuurlijk een hele slechte voorspelling, want hij is totaal niet getraind, hij weet niet eens wat hij naar kijkt. Hij geeft maar gewoon een waarde uit. Nou, dus dat waarde die er hieruit komt, die vergelijken we dan met die visibility level, wat het eigenlijk zou moeten zijn. En dan breken we een error. En dan geven we die error weer terug in dit regression of deze neuraal netwerk. En dan gaat hij leren. Dus elke keer verandert hij dan net weer iets in die neurale netwerk van hem. Zodanig dat steeds die predictie steeds beter wordt. En dit is dan echt duizenden tot tienduizenden iteraties. Dan kan je soms je laptop gewoon wekenlang laten aanstaan. En dan is hij misschien nog niet klaar. Met een beetje geluk wel, maar niet altijd. En na een tijdje heeft hij dus, zeg maar, na heel veel te trainen, zeg maar, het is net een kind die aan het leren is, komt hij opeens op het punt dat als hij nog een extra iteratie maakt, dan realiseert hij van, hey, de volgende, als ik nog iets aanpas, dan gebeurt er eigenlijk niet veel. Of mijn error wordt niet heel veel anders. En dan zegt hij na een tijdje, nou, ik ben klaar, je training loss is sufficiently low, zoals ze dat dan zeggen. En dan heb je een neuraal netwerk die er dan uitkomt, een bepaald model dat je kan gebruiken. Nou, hier is waar die testdataset weer van pas komt. Dit is een testdataset die de neuraal netwerk nooit eerder heeft gezien. Dit zijn ook images die niet hierin zaten, zeg maar. Dus met andere grootheden, et cetera. Dus dit heeft hij nooit gezien en dat kan je dus nu gebruiken om je model mee te valideren. Zoals ze ook altijd in de machine learning doen. Nou, eerst even de neuraal netwerk even snel door doorheen te lopen. Eigenlijk bestaat het uit soort verschillende hidden layers. Dus je hebt 30 hidden layers bij 10 hidden layers en dan één output. Ja, hier zijn er meerdere, maar we hadden maar één output, dat is die visibility level. En dan die input, dat zijn je pixels, zeg maar, je luminantie image eigenlijk. Nou, dit was fully connected en bij elke neuron, zeg maar, zoals ze dat noemen, had je een ReLU activatie en wat een algemeen quasi-Newton algoritme dat we hiervoor gebruikten. Om dan terug te komen naar testdataset dat hij nooit eerder heeft gezien, zie je hier op de x-as Adriaans voorspelling wat het zou moeten zijn. En op de y-as zie je dus de predictie van dit neuraal netwerk op images die hij nooit eerder heeft gezien. En je ziet eigenlijk dat het een perfecte mooie lineair verband heeft en een hele lage mean squared error geeft. Dus dit is een model dat je kan gebruiken om met luminantie-images die je hebt, waarvan je de parameters niet precies zo kan inschatten van Adriaan, dan kan je wel bijvoorbeeld met een neuraal netwerk kan je dan wel een voorspelling maken van de visibility level van dat specifiek object dat binnen dat luminantie-image is. Nou, om verder te gaan, het is niet alleen dat ik naar contrast heb gekeken, maar ook naar het effect van leeftijd op contrastwaarnemingen en ook het effect van verblinding op contrastwaarnemingen. En die twee zitten toch heel dicht op elkaar, dichterbij dan dat we zelfs hadden verwacht. Nou, om het effect van leeftijd even op te sommen, we zien een demografische trend van de daling van het geboortecijfer, een stijging van de levensverwachting en mensen worden gewoon in het algemeen ouder. We hebben vergrijzing. Niet heel verrassend. Maar ook wat met de vergrijzing gebeurt, is dat natuurlijk het gemiddeld oog, die verandert ook. Helaas hebben we ook een toenemende visuele beperkingen, dat zit ons ook niet mee. Als je kijkt over de toekomst, future lighting, zal dat alleen maar erger worden. Ook het veroudering van het visueel systeem zit ons ook niet mee. We hebben een verlies van contrastperceptie, we zijn gevoeliger voor verblinding. Ja, dat is niet met ons meegezegd. Als we dus wat we hebben gedaan, we hebben natuurlijk hetzelfde experiment, hadden we gewoon staan. We hebben nu in plaats van jonge proefpersonen, hadden we hier oudere proefpersonen neergezet en precies hetzelfde experiment gedaan. Wat zijn dan de resultaten? Je ziet dus, zeg maar, voor de achtergrondluminantie van 0,25, 0,66 en 0,99 en dan weer op de x-as die objecthoekgrootte, y-as weer die drempelwaarde. Je ziet eigenlijk in elk geval, ook niet heel verrassend, dat we hogere drempelwaardes nodig hebben. Voor de oudere populatie vergeleken met de jongere populatie. En in sommige gevallen bijna zelfs dubbel zo hoog. En vooral bijvoorbeeld hier. Nou, om dan door te gaan naar het effect van verblinding. Dit is ook heel erg gerelateerd ook aan leeftijd, want
leeftijd verslechtert niet alleen je contrastwaarneming, maar je wordt ook gevoeliger voor verblinding. Dus eigenlijk dubbelop. Dus je hebt dat eigenlijk in beide gevallen ben je eigenlijk slechter af als je ouder wordt, helaas. Dus disability glare is waar mensen vooral naar kijken, naar het effect van verblinding op contrastwaarneming. Nou, is gedefinieerd als glare die het zicht van voorwerpen belemmert, zonder noodzakelijkerwijs ongemak te veroorzaken. Is net iets anders dan discomfort glare, waar we het soms over hebben. En hier moet je dus voornamelijk kijken naar het optisch verschijnsel van lichtverstrooiing in het oog. Dus licht waar je niet echt op focust. Dus je kijkt recht vooruit en er is een lichtbron daar. Daar komt licht in je oog, dat wordt dan zodanig gereflecteerd dat het uiteindelijk toch op je retinale image terechtkomt. Terwijl je het eigenlijk nooit naar keek. En voor ouderen is het dus eigenlijk nog erger. En als je dus gaat kijken bijvoorbeeld, er zit een ouderheidsfactor in het bepalen van de equivalente luminantie. Dat is die extra luminantie die je dus gaat zien over je retinale image. Als we bijvoorbeeld een lichtinginstallatie vaststellen voor in de huidige normering van 15%, die voldoet aan de normering. Het probleem is, normering is vastgesteld op een 23-jarige. Sommigen weten dat al. Dus dan zit die perfect aan 15%. Maar we weten dat die threshold increment eigenlijk afhankelijk is van leeftijd. Dus stel, je zou kijken, wat is dat dan als je die verlichtinginstallatie die perfect aan de normering voldoet, al zou je daar een 65-jarige doorheen laten lopen. Nou, als je dus dan gaat kijken, dan is dat eigenlijk in realiteit, zal hij dezelfde verlichtinginstallatie, zou die voor 30% TI zien, een threshold increment. Dus als jij dus een verlichtinginstallatie plaatst bij een oudere woning, ja, dan zal je heel veel klachten gaan krijgen bijvoorbeeld. Omdat natuurlijk iedereen daar ziet het als een 30% TI en niet zoals die 15% waarvoor je hem gemaakt hebt en het voldoet aan de normering. Nou, om dan daar nog verder in te duiken, hebben we dus ook het experiment herhaald met jongere proefpersonen en oudere proefpersonen. Maar nu hier een verblindingsbron erboven, onder een hoek van 20 graden tussen waar het line of sight en waar die lichtbron zit, zoals ook in de standaardisatie zo staat. Hier is die lichtbron te zien. We hadden 12,6 lux gemeten, verticaal bij het oog. Om snel hier doorheen te gaan, dit is de formule die huidig in de normalisatie staat, de Stiles Holiday Age Adapted Formula, voor het bepalen van die equivalente luminantie. Hier heb je de niet-glare, deze had ik al eerder laten zien. Adria-model voorspelt ook bijna perfect 0,75 en R-squared goodness of fit is relatief goed, voor in ieder geval met participantdata. En hier zien we dus, als we deze formule zouden gebruiken en daardoor dus zeg maar een equivalente luminantie zouden bepalen en dat toevoegen aan de achtergrondluminantie en dat dan invoeren in het model van Adriaan, kom je eigenlijk op een relatief slechte voorspelling uit. Dus het is eigenlijk niet goed genoeg. We kwamen op een goodness of fit van net onder de 0,5. Dus we zaten van, oei, wat moeten we nu doen? Want we gingen er eigenlijk vanuit dat dit wel een goede formule zou zijn om dat te kunnen bepalen. Nou, daar hebben we wat experten uit gevraagd. Dus we zijn bij Tom van den Berg uitgekomen van het NIN, Nederlands Instituut van Neuroscience. En die heeft ons geleid naar deze formule. Dat is de CIE Standard Observer. Die wordt vaak niet gebruikt in wegverlichting, in de wegverlichtingsberekeningen. Ik ga niet precies over alle verschillende onderdelen, zeg maar. Er zit ook een pigmentatiefactor in, dat is wel ingewikkelder. Maar als je die dus toepassen, dan komen we wel op een relatief betere goodness of fit. In ieder geval significant hoger dan dat we eerst hadden. Nou, om dan samen te vatten, we hebben een nieuw neuraal netwerk image-based contrastmodel hebben we gecreëerd, waarbij de input dus deze luminantie-image is. Output is de zichtbaarheidswaarde, we hebben verder niks nodig. De contrastdrempelwaardes van ouderen liggen significant hoger. En de threshold increment is afhankelijk van leeftijd. Dus in de huidige normering gaat men uit van een 23-jarige, maar een TI bijvoorbeeld van maximum 15% volgens de standaardisatie zal door een 65-jarige helaas slechter ervaren worden, dichter bij 28%. En ten laatste, bij onze de resultaten zien we dat de volledige point spread function veel betere voorspellingen geeft. Daarmee wil ik jullie danken voor jullie aandacht. Ik weet dat het misschien wel heel snel was en heel veel informatie. Maar mocht je toch wel vragen hebben, kan je altijd contacteren hier. Of eventueel vragen stellen nu of later. Dankjewel. Dankjewel, Rick. Ik was al blij dat ik niet onder de observer stond. Dus ik hoor niet tot die oudere klas, blijkbaar. Waarvoor dank. Zijn er vragen? Of was dit overweldigend? Eentje van mij. Hebben jullie ook gekeken naar de
de reflectiecoëfficiënt van de weg, is die, want uiteindelijk heeft die een bepaalde kleur gekregen, maar ik merk in de realiteit ook dat dit ook heel veel effect heeft op wat je ziet en wat je niet ziet. Ik stel maar asfalt, normaal gezien redelijk donker. Wat als die ouder wordt? Wat als het erop regent? Ja, we hebben wel gekeken naar verschillende wegdekreflecties, ook opgemeten. Dat is dan nog buiten dit, want dit is echt puur op die contrastwaarneming. Dus we hebben ook stukken wegdek opgemeten, stukken wegmarkering. En ook simulaties uitgevoerd, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een laag water overheen zou liggen. Dat is wel wat lastiger, want we kunnen dus de metingen niet uitvoeren met een plas water dat we eroverheen gieten. Want ja, we werken met duizenden, of tienduizenden of honderdduizenden euro's materiaal, veel meer. Dus we kunnen helaas niet met water heel erg gaan spelen. Maar wat we wel hebben gedaan is dan die simulaties van wat zou dan de lichtbreking doen. Bijvoorbeeld als je een plas water over een stuk wegdek zou leggen of over wegmarkering. Wat het eigenlijk het voornaamste idee is, is eigenlijk dat het dan heel speculair reflecteert. Dus eigenlijk het licht wordt van je afgekaatst of naar je toe, liggende aan waar het licht vandaan komt natuurlijk. Eigenlijk een soort spiegel wordt het. Dus het kan voor meer verblinding zorgen. Dus als het bijvoorbeeld regent, ja, dan zou de effect van verblinding veel hoger zijn. Omdat natuurlijk, ik had het niet heel erg duidelijk uitgelegd, maar de hoek van waar de lichtbron staat, als die dichter bij je fovea of je line of sight ligt, zeg maar, dan heeft het een groter effect dan als hij verder in je parafovea of verder gaat. Dus als bijvoorbeeld als je kijkt naar de wegdek en het spiegelt, zal het zo zeggen, dan zie je de lichtbron ook dichter bij je line of sight, als dat dan door het water wordt gereflecteerd bijvoorbeeld. Dus dan zou je veel hogere threshold increment factor hebben dan bijvoorbeeld voor de 20 graden of andere graden die gebruikt wordt, waar het normaal veel hoger staat. Maar van kleur van wegdek, jij hebt wel een keuze gemaakt van dit ga ik gebruiken als... Ja, we hebben in het algemeen hebben we naar achromatisch gekeken. We hebben ook chromatisch, maar daar heb ik nu niet verder over ingegaan. Want dan met kleur maak je het nog veel ingewikkelder. Maar in ieder geval, we hebben dus nu gekeken naar daglichtsituaties. Achromatisch 6500 Kelvin dicht bij de blackbody radiator. Ja. Zijn er nog mensen die bedenkingen hebben of toch niet? Ik hoop dat je ook een bepaalde praktische toepassing voor ogen hebt waar we uiteindelijk kunnen landen op het ogenblik dat je dit en misschien nog onderzoek kunt bundelen. Wat is het ultieme dat je kan verwachten in dit geval? Ik denk de eerste praktische toepassing zit natuurlijk in die TI. Ik denk dat we daar kritisch ook naar moeten kijken onszelf. Van voor wie maken we nu een verlichtingsinstallatie of voor wie designen we dit? Ja. Ik bedoel, als je het nu huidig voor een 23-jarige dat is niet toepast, de realiteit. Hè? Dat is vooral met vergrijzing. Ik zie het beeldje rechts. Ja, zal dat niet zo. Nee. Zullen we daar misschien eens een keer kritisch naar moeten gaan kijken, inderdaad. Okay. Dus ik denk dat dat misschien de grootste toepassing zou kunnen wordt. Zijn. Ja. Okay. Ja. Dan kunnen we jou bedanken. Ik ga dat aan Jan overlaten. Aan mij overlaten, dankjewel. Rick, ook voor jou een lichttegel namens het NSVV. Je komt al deze kant op, kom maar. Ja.